verband met ons aanstaande aftreden moesten wij in januari 1975 een afscheidsbezoek afleggen in Frans Cayenne. Na dat bezoek reden wij overland naar Saint-Laurent. En hier zijn we aan boord van de ferry die ons zal brengen naar Albina. Daar ziet u Albina al voor u liggen. Aan boord troffen wij een echtpaar van de Hollandse Bank Unie. De Oost-West-verbinding is een prachtige weg die loopt vanaf de westgrens van Suriname tot de oostgrens van Suriname. Men moet echter wel de rivieren per veerpont oversteken. Hier steken wij de Komewijnen rivier over. En thans moeten wij de Suriname rivier oversteken. Er is daar een hele grote veerpont. We zijn intussen geland en rijden nu in de stad. Dat gebouw recht tegenover u, dat is van de paters. We hebben intussen een bocht naar rechts gemaakt. Links was het paleis van de gouverneur. En nu zijn we op het Rietbergplein, want we logeren in het hotel Tora Rica dat u hier voor u ziet. Van het zwembad in het hotel waar Irma nu naartoe wijst, wordt een druk gebruik gemaakt.
Wat u dan ziet is het gemeentekantoor van Paramaribo. En dit is, was een heel oud gebouw uit de 17e eeuw. Als Suriname aankwam, was het Fort Zeelandia een sterk verwaarloosd en in verval zijnd huis van detentie. In mijn regeringsperiode zijn we toen begonnen met historische monumenten aan te wijzen. Een ervan was Fort Zeelandia en dat is toen helemaal hersteld in de oude situatie. Het is thans een museum. Dit waren officiershuizen van de Nederlandse landmacht tot aan de onafhankelijkheid van Suriname toe. Nu bekend als het gouvernementshuis. Het is thans het paleis van de president van Suriname. Het is een heel oud gebouw en ook de wapens die daar voorop getekend zijn, zijn heel oud. Dit is de sociëteit, het park in een nieuw kleed uiteraard. Het bekende Hotel Palace. Was van Emil de la Fuente. Hier is het standbeeld van Pengel. Het torengebouw is het ministerie van Financiën. Dit is de achterzijde, het ministerie van Financiën. Bekende balkongebouwen. Schoolkinderen staan te wachten op hun bus. Dit is het Hof van Justitie van Suriname. En daar is het statengebouw, het parlementsgebouw van Suriname. Dit is het standbeeld van meester Dr. Cesar de Miranda, een van de grote figuren tijdens de autonomieperiode. Wat u daarvoor u ziet, dat is het ministerie van Algemene Zaken, de zetel van de minister-president. Ook dat was een zeer verwaarloosd gebouw en is toen door mijn toedoen opgeknapt. Het is helemaal hersteld in oude stijl. We zijn hier thans aan de waterkant, dat is het gebouw van de bauxiet, van de Suralco. En deze weg wordt genoemd de waterkant. Het is langs de rivier.
Hier zijn een aantal zeelieden bezig aan vermoedelijk Braziliaanse of anders een Venezolaanse barco schoon te maken. En deze werklozen met bromfiets is de krant aan het lezen. Dat gebouw is het oude hoofdbureau van politie. Hier hebben we weer de Braziliaanse barco en hier is nog een luilak. Het is heerlijk rust. Daar komt de grote veerboot aan die de Suriname rivier oversteekt. Er zijn ditmaal niet zoveel auto's aan boord. Meestal is die helemaal vol afgeladen met auto's. Dit is de Herenstraat die u daar ziet. En hier zijn we op het Kerkplein. Deze huizen noemt men balkonhuizen. Dit is de gasmaatschappij, OGEM. En daar in de verte ziet u de Surinaamse bank. Hier is de Surinaamse bank. Dit is het hoofdpostkantoor. Daar ziet u de spitsen van de kathedraal. Dit is weer het hoofdpostkantoor. Dit is de kathedraal, helemaal gebouwd van hout. Dit is het vervolg van de Herenstraat. En nu zijn we in de Domineestraat. Daar links zag u de grote winkel van Kersten. Kersten is een heel groot warenhuis geworden, zoiets als een bijenkorf van Vroom en Dreesman. Het exploiteert ook dat hotel Krasnapolski dat u net zag. We zijn hier in de Domineestraat waar geen dominees wonen. De mop gaat dat in de Maagdenstraat ook geen maagden wonen. Dat is namelijk een roze buurt. En hier ziet u dan een straatmarkt zoals er meerdere zijn in Paramaribo. Er is uiteraard ook een officiële markt, een heel mooi, modern en groot gebouw, ook in mijn tijd gebouwd. Thank you.
Dit is nu een deel van de Maagdenstraat. Daar staan de busjes te wachten die passagiers vervoeren naar de districten. Die vrouwelijke politieagenten zijn ontzettend streng in Paramaribo. Hier wederom, wat zag u wederom, een straatmarkt. En nu komen we op het terrein van de Nieuwe Haven. Dat was in de tijd dat ik in Suriname aankwam, in 1951, één grote wildernis. Er liep allerlei kreken doorheen en het was in bezit van de bauxietmaatschappij. Ik heb toen deze grond laten kopen en daar een nieuwe snelweg, uitvalsweg uit de stad Paramaribo laten aanleggen. Langs de weg staan nu allerlei grote zaken, industrie en dit links is het gebouw van de bauxietmaatschappij. We zijn nog steeds op die nieuwe weg. En op dit punt moest over dit Saramaca-kanaal een brug worden gebouwd. Dat is dan ook gebeurd. En dit is de nieuwe uitvalsweg uit de stad Paramaribo. Vroeger moest men langs allerlei kronkelwegen en door achterbuurten de stad verlaten. Dit is neef Leo Hagens en dit is een van zijn dochters. En daar zijn drie van zijn kinderen en een ander meisje. Dat is de echtgenote van het nichtje. En wij gaan nu een bezoek brengen aan Zorg en Hoop, de nieuwe wijk. Die nieuwe wijk is intussen alweer oud. We zijn hier bij het huis van Frits en Sue Barend. Daar komt Sue binnen. En dat is Sue en Irma komen de trap op. Dat is Frits Barend. Met een van zijn jachthonden. Dit is een nieuw scholencomplex op Zorg en Hoop. Er zijn vele, vele scholen in Suriname.
dit is het allernieuwste gedeelte van een nieuwe wijk die gebouwd is in Suriname naast Zorgenhoop. Ik weet niet precies hoe het heet. Dit is het huis van Jules Fernandes. Door onze vriend Emile de la Fuente, rechts daar, uitgenodigd voor een lunch, waaraan ook aan zaten de minister-president en zijn vrouw. Er waren ook nog wat familieleden van Emile aanwezig en een aantal artiesten. Dat is de minister-president die u daar ziet, recht voor u, de heer Arons. En dat is zijn echtgenote hier links, met dat lange haar. Deze blonde dame was een artiest uit Holland, een Corrie, ik weet niet, Corrie met nog iets. Van de Rekels. Nogmaals de minister-president rechts en daar die Corrie van de Rekels. Dit is een nichtje van Emile de la Fuente. Getrouwd met een van de jongens van Fernandes. Deze kotomissies die waren boos dat ik ze wilde filmen, totdat ik ze vertelde dat het voor de televisie was. We zijn hier op de Quattaweg, schoolkindertjes. Hier is een Hindoe-tempel. Zij nog steeds op de Quattaweg. En wij komen nu op de Gravenstraat. U hebt althans een beeld gehad van de stad Paramaribo.